terug. Hey, hallo allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video hier op Extreme Reis. Het is echt bloed en bloed heet, dus we dachten we gaan lekker zwemmen bij Hof van Saxkun in Nooitgedacht. En dat ligt vlak bij Assen. En in Assen zelf is toevallig de TT van Assen met kermis. En gezien het feit dat ik hier loop, zou ik toch even voor jullie een klein reviewtje maken van deze kermis. En dit wordt ons speelterrein voor vandaag, dames en heren. TT van Assen is altijd een goed georganiseerde kermis, wat ook altijd best druk bezocht wordt. Ik heb deze kermis nog nooit bezocht, maar we beginnen gewoon hier vooraan bij de Booster Max. Dit staat trouwens allemaal nog opgesteld op een straat, maar zometeen gaan we een plein oplopen, want daar staat de rest. En hier is al het terrein, dus we lopen even het terrein op. Want daar zijn heel veel attracties bij elkaar. Aan het einde staat dus Supermuis. Wat opvallend is dat de trein hier afgezet is. Je kunt hier de trein niet op en af. Ze hebben hier ook toiletten, heel goed geregeld. Maar verder kun je je trein dus niet verlaten. Dat is wel weer een beetje jammer. Frille staat hier als spookhuis. En ze hebben wat nieuws zo te zien. Op de linker toren zit een raam. Met een scherm achter waar af en toe een spook op verschijnen. Welcome to the jungle. En zo zijn we al zo weer rond, want hij is een stuk kleiner dan de afgelopen jaren. En dit was de review alweer, dames en heren. Ik moet zeggen dat het een meepakkertje is, dus ja, ik ga gewoon even alles laten zien. Waarschijnlijk vroeger iets groter geweest te zijn wat er nu is, maar ja, op zich staat het nog best een nette kermis. Ik ga in elk geval naar huis, ik zie jullie weer de volgende pretpark kermis. Zwembad, Rotterdam, weet ik wel waar. Tot de volgende keer. Nog op de valreep en SO. En SNR Robin. SNR Robin. Alright.